vaker de schuld gegeven aan de media. Dat is logisch, omdat het parlement hier huist. En politici hebben nu eenmaal weinig zelfkennis. Voetballers ook niet, maar die heb je overal. Wanneer Nigel de Jong in het been van zijn tegenstander meerdere botten breekt, hebben de media dat gedaan. De media hebben geen beste naam. Of dat terecht is of niet, laat ik in het midden. Wanneer ik daar een mening over geef, snij ik alleen mezelf maar in de vingers. Den Haag is tenslotte een klein dorp. Ik wil ooit nog wel eens binnenlopen met mijn columns. Al zou ik bedanken voor een column zoals Dennis Wening ooit in NL 70 schreef en waarvoor hij week in, week uit zijn dronkenschappen op de Grote Markt moest beschrijven. Het schijnt dat de arme jongen tot die tijd, net als ik, geheel onthouder was. Ik wil geen namen noemen en het gewoon graag gezellig houden. Zoals met dit bericht uit de Haagse infopagina's van de kwaliteitskrant Het Algemeen Dagblad. Geen brand, Mauritshuis. De kortsluiting die maandag in Museum Mauritshuis een brandalarm deed afgaan, heeft geen brand veroorzaakt. De toegesnelde brandweer hoefde niet in actie te komen. Wel was er ter plekke nazorg voor het meisje van Vermeer, die behoorlijk geschrokken was. Als Hagenaar ben ik erg blij met zo'n bericht. Mijn buurman, een oud journalist, die iedere middag om 12 uur op de koffie komt en met wie ik het vandaag over mijn column had, was minder te spreken. Geen brand Mauritshuis, mopperde hij. Er was ook geen brand in het gemeentemuseum. Geen aanslag in de Haagse metro en geen goede discussie over het socialisme in de fractiekamer van de PvdA. Maar dat is toch geen nieuws? Vroeger mochten we alleen maar iets schrijven wanneer iets wel gebeurde. Vervolgens vroeg ik hem wat hij dan van dit bericht vond op de voorpagina van dezelfde inlegvellen. Radiopiraat stoort piloten. Zangers van het Nederlandstalige levenslied verstoorden dit weekend het radioverkeer tussen de piloten en de verkeersleiding van Rotterdam, The Hague Airport. Hij bromde, natuurlijk wens je een vliegveld met zo'n naam de vreselijkste vliegrampen toe. En wanneer dat gebeurt, wil je ook het liefst dat er zoveel mogelijk liefhebbers van het levenslied een pijnlijke en langzame dood sterven bij zo'n ramp. Maar daar gaat het hier niet om. Waarom zou ik als lezer van de krant willen weten dat een piloot op zijn koptelefoon het bericht dat hij kan landen krijgt met op de achtergrond het laatste rondje van André Hazes? Hij keek me vragend aan. Toen barstte hij uit in de kritiek die ik van hem kende sinds hij ontslagen was bij een lokaal medium. Ik noem geen namen. De media slingeren heen en weer tussen een misselijkmakende hang naar gezelligheid en een hysterische berichtgeving waardoor de angst in de maatschappij wordt aangewakkerd. Neem nou dat talkshowtje waar jij vanavond die column moet doen. Dan komen er een paar gasten die betrokken zijn bij de lokale media. De hoofdredacteur van die weekkrant, de directeur van een failliete radiozender en iemand van de nieuwe media. Een Haag weblog toch of zoiets? Ik knikte, las ondertussen verder in de krant. Maar echt doorgebeten wordt er niet. Iedereen wil toch weten wat er mis is bij de lokale radio? En dan heb ik het niet over de muziekkeuze. Waarom wordt die talkshow niet in de onlangs weer geopende gevangenpoort gehouden? Daar krijg je de waarheid er wel uit. Journalisten moeten graven, spitten, spuwen en net zo lang doorbijten tot ze bloed proeven. Zeg dat maar tegen die Lummel en die Theodor. En al kosten journalisten moeten ook een voorbeeld nemen aan Nigel de Jong. Die botten groeien wel weer aan elkaar. Het gaat om het resultaat. Bijten en doorbijten. Als je bloed proeft en anders blijft het allemaal maar dooretteren. Hier onderbrak ik mijn buurman. Ik wil liever nooit iemand tegen de haren instrijken. Zoals gezegd, ik hou het liever gezellig. Smalltalker en netwerkkoning zijn mijn middelste namen. Ik lees het liefst berichten over een wild konijn dat een ritje onder de motorkap overleeft. Of Dennis Wening, die een geheime relatie heeft met oud-wethouder Marieke Bolle. Over een PVV-kamerlid die een CDA-medewerker een kopstoot geeft. Of dat er gisteren geen brand was. Geen brand in het theater aan het Spui. Dat